Welkom bij een nieuw seizoen van de recepten van topchefs. En we hebben een topper hier bij ons in de keuken. Dat is Jeroen Bavelaar van restaurant Posthoorn in Monnikendam. Jeroen, we zijn toe aan het dessert. Je hebt iets heel bijzonders voor ons. Ja, we gaan een nagerecht maken met kaas. Dus eigenlijk een kaasgerechtje gaan we maken. We hebben zoetzure groentes. Daar gaan we pakketjes van vouwen. We hebben salade van quinoa, zowel gekookt als gepoft. Quinoa is... Quinoa is eigenlijk het zaad van de spinazieplant. En dat kan je dus koken. En nadat je gekookt hebt, doe je het droog en dan kan je het poffen. Kijk, het klinkt heel simpel, Jeroen, maar... Nou ja, goed, als u nou denkt van hoe zit dat nou? U weet het, hè? Recepten van topchefs.nl kunt u het lekker allemaal even nalezen. We hebben nog een bouillon gemaakt van gepofte paprika's. En daarbij nog een olie met basilicum. En de olie is gemaakt met alcohol. En dus waarom een neutrale? Een neutrale olijfolie. Waarom moet je dan een neutrale olijfolie hebben voor dit dessert? Omdat je eigenlijk de smaak van de basilicum wil behouden. En het is eigenlijk om iets voller te krijgen, het gerechtje. Dus hij mag iets meer op de achtergrond blijven. Oké, helemaal duidelijk. Ja. En die kaas, hè, met het in de adertje door. Ja. Blauw schimmel zou ik denken, blauw ader. Dat is blauw ader schimmelkaas. Dat is uit Wolvera, dat is uit Friesland. Hé, hey, want waarom heb je nou speciaal voor deze kaas gekozen? Het is niet zo'n hele overheersende scherpe kaas. En het is eigenlijk een mooie samenhang. Dus het zoetzure en het gepofte van de paprika's erbij. En dan heb je gekozen voor een dessert wat toch wel niet heel erg zoet is. Hè? Er zit wel een beetje van die zoete toontjes bij, hè, bij die groentetjes. Maar dat is wel een beetje je handelsmerk, een beetje een lekker pittig toetje. Nou, je probeert natuurlijk altijd de combinatie te zoeken in zoet, zuur, krokant, verrassend. En natuurlijk ook weer een klein beetje romigheid erin. En dan kom je weer terug van de kaas. Ja. Je hebt al van die hele mooie plakjes weer gesneden met je scherpe mes. Ja, we hebben komkommer en we hebben wortel. De komkommer en de wortel die doen we een klein beetje zouten. Zodat het vocht uit de wortel en uit de komkommer trekt. En waarom moet dat dan, Jeroen? Omdat die anders te stevig is om te kunnen vouwen. Oké, dus dan wordt die slapper, zeg maar. Dan wordt hij wat slapper. Zachter. Net zoals dat je thuis komkommersalade maakt. Kijk. Zoetzuur gaat er overheen. Dat is een mengsel van azijn en suiker. Heb je dan natuurazijn of ander soort azijn? Natuurazijn. Okay. En kan je er nog wat aan toevoegen wat je wil. In specerijen, kruiden. Wat je lekker vindt. Wat je lekker vindt eigenlijk. We hebben hier fijn gesneden courgette en fijn gesneden wortel. Er gaat wat paprika erbij, gepoft. Oh. We hebben wat zoetzure slotten gemaakt. Die gaan er ook bij. Charlottes, dat zijn van die kleine uitjes. Van die hele kleine uitjes. Maar waarom zijn ze nou roze? Dat komt door de kleur. Charlottes zijn roze. Oké. Okay. En doordat je ze doet aanzweten, dus dat betekent dat je ze licht doet verwarmen. Niet verkleuren, maar wel gaar worden. En dan doe je er het zuur erbij. En dat in combinatie, dan trekken ze roze door. Het is bijna scheikunde, joh. Ja, bijna wel. Dat ga je door elkaar mengen. Dat doen we mengen. Beetje peper erop. Witte peper. Klein beetje zout erop. Ik vind het zo mooi, want die kleurtjes komen helemaal terug, hè? Ja. Ben jij wel een man van kleurtjes? Je zegt, ja, er moeten wel kleuren bij elkaar, hoor. Nou, het moet er natuurlijk heel smakelijk uitzien, hè? Het gerechtje wat je natuurlijk krijgt geserveerd. Maar sommige gerechten kunnen ook heel sober zijn en dat is natuurlijk ook weer heel mooi. Sober, chic. Ja. Nou, het vouwen. Kijk, van die kleine pakketjes. Ja. Het lijkt zo simpel, maar hoe bedenk je dat, hè? En voor hoeveel personen is dit nu, wat je hier op dit plateautje hebt? Nou, dit is voor 3 personen is dit. Ze krijgen een pakketje, 2 pakketjes per persoon. Maar kijk, als je natuurlijk een voorrecht gaat maken, dan doe je misschien een pakketje extra. Ja. En een hoofdrecht, dan geef je misschien 2 om 2. Plateautje weer draaien. Ja. Ben jij wel een dessertman? Of ben je meer van de volgerechten? Nou, eigenlijk alles. Mijn achtergrond is patisserie, banketbakkerij. Ja. En dat komt in heel veel dingen komt dat eigenlijk weer terug. En dat komt vooral weer terug in de presentatie, nauwkeurigheid. Mm-hmm. Want patisserie is natuurlijk heel nauwkeurig werken. Ja, maar als zoon van een banketbakker. Ja. Ben je wel wat aan je stand verplicht, toch? Ja, absoluut. Je maakt er bijna bonbonnetjes van nu. Ja, het zijn kleine snoepjes. Gaan we ervan maken. Yummy. Nou, even op een servetje, zodat het overtollige eraf gaat. Nou, deze laten we heel eventjes staan. Dan gaan we verder met de salade van quinoa. Quinoa hebben we afgekookt.
Klein beetje zout water. En wat gaan we daarna mee doen? Die gaan we aanmaken met wat basisdressing. En wat zit daar dan in? In de basisdressing bij ons zit champagne, appel, shallotten, olie en azijn. En dat gaat allemaal in de? En dat gaat allemaal in de blender. Daarna wordt je gezeefd en dat is eigenlijk onze dressing om bepaalde dingen aan te kunnen maken, maar ook bijvoorbeeld de sla aan te kunnen maken, zodat hij niet droog op bord gaat. Sla met champagne. Lekker hè? Ja. Witte peper erin. Zout gaat erin. Beetje zeezout. Beetje zeezout, voor het krunselen ook. We hebben hier wat... Een kresje. Basilicumkres. Ah. Waarom is nou basilicum zo mooi bij die kaas bijvoorbeeld? Het is natuurlijk heel geurig en heel warm. De geur van basilicum. En je hebt natuurlijk ook tomaatjes, hè? Dus en tomaatjes. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Daar weer zo lekker bij. Beetje tuinkers voor het pittige erin. En dit is weer voor die drie personen, zeg maar. De hoeveelheid. Even goed door elkaar husselen. Door elkaar husselen, inderdaad. Dat het allemaal... De smaak een beetje... Moet je... Ja, kun je dit in feite van tevoren ook wel klaarmaken? Een uurtje van tevoren of nee, dat zou niet gaan, want het, door het zuur... Zou de kressoort slap worden. Oh, nou, dat is zonde, hè? Dus eigenlijk moet je natuurlijk bedenken dat je sommige dingen wel wil en sommige dingen wil je niet. Oké. Okay. Zoals bijvoorbeeld bij de komkommer wil ik dat die slap wordt. En bij de kress wil ik niet dat die slap wordt. Mm-hmm. En zo zijn er meerdere dingen in de keuken waar je toch even over na moet denken voordat je wat gaat doen. Ja, ja. Het is een vak, hè? Ja. De paprika die gepoft is, die hebben we mooi uitgestoken. En hetgeen wat we over hadden, dat hebben we in de pakketjes gedaan. Ook weer de ookal. De ookal. Olijfolie. Ja, gaat voor een beetje die neutrale smaak. Beetje zout. Zout. Nou, deze zijn ook in olijfolie. Die zijn ook gezouten, gepeperd, knoflook en dan gedroogd zijn deze. En waar droog je die nou in? Deze wordt luchtgedroogd. Dus gewoon bij een warme plaats en dan droogt het vanzelf in. Dus het wordt heel geconcentreerd van smaak. En dat kun je gewoon thuis ook? Dat kan je gewoon thuis ook doen, inderdaad. Dit is de gepofte quinoa. Is dat? Dus eerst quinoa gekookt, gedroogd, gepoft. Ja. En we hebben poeder gemaakt van olijven. Zwarte olijven doe je doordraaien. Ja. Je knijpt alles vocht uit. Dat je die pulp heb je over. Mm-hmm. En die laat je ook drogen. Oké. Okay. En dan op een gegeven moment krijg je heel droog... Een soort gruis? Ja, gruis krijg je. Ja. En dan laat je drogen op papier. Zodat overtollige olie nog uit kan lekken. En maar bedoel je dan keukenpapier? Ja, keukenpapier. Gewoon keukenpapier. Ja, okay. We hebben wat radijzen. Die hebben we dun gesneden. Die doen we zaak ook aanmaken. Wat slanerven hebben we gemaakt. Weer in puntjes, hè? Jongen? Weer in puntjes. Beetje je handels merken. De kaas in puntjes. Mm-hmm. Nou, de olie. Van basilicum met alcohol. Ja. Hebben we eerst afgeblancheerd, de basilicum. Doorgedraaid met de olijfolie. Dan door een zeef. En dan hang je hem nacht uit in een, hang je hem nacht weg in een spuitzak. Oké. Okay. Want wat gaat er nou gebeuren? De olie gaat drijven en het vocht gaat onderin zitten van je spuitzak. En je knip je puntje eraf, dan loopt eerst je vocht eruit en dan hou je olie aan je over. Het klinkt zo simpel als jij het vertelt, maar toch? Daarbij doen we nog wat meringswortelschuim uit de kidder. Dus we hebben meringswortel hebben geraspt, met melk opgezet, af laten koelen, in een sifon gedaan, patroon erop en klaar. De paprika bouillon hebben we. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben paprika's hebben we in de oven gepoft. Daarna hebben we ze doorgedraaid. En met het doordraaien hebben we wat basilicum erin gedaan. En daarna hebben we hem uitgehangen in een doek. En dan hou je eigenlijk het heldere vocht hou je over. Beetje hangopachtig, hè? Waar je eigenlijk ook vroeger een soort yoghurt... Ja. Alleen nu gebruik ik het vocht. Ja. En bij de hangop gebruik ik hetgeen wat in de doek achterblijft. Ja. En dan hebben we nog wat crème van avocado. En die spuiten we erbij als doppen zijnde. Dus we gaan nu het gerecht gaan afmaken. Nou, laat zien. Ja. Zo'n dus handig zo'n mesje, zo'n spateltje. Heb klein paletje hebben we ervoor. Ja. Speciaal dessertbord. Lekker een beetje overheen. Beetje ernaast. Ja, dat wordt heel mooi hoor. Paprika's. Paprikaatjes, ja. Kijk, en omdat je natuurlijk alles hebt voorbereid, is alleen nog een kwestie van op bord leggen en je bent klaar. Ook leuk met dat steeltje er nog aan. Nou, een beetje van de dressing met
champagne. Met champagne. Wat zout. En een klein beetje peper erop. Kijk, het is natuurlijk ook belangrijk dat producten die je op bord legt, dat het glimt. Omdat het er mooier uitziet en het lacht naar je. Is glimmen de trend momenteel? Nou, dat is geen trend, want banketbakkers doen natuurlijk ook hun taarten afgeleren. Oké. En een afgeleerde taart ziet er natuurlijk aantrekkelijker uit dan een taart die doof is. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat mag ook even lekker glimmen. Ja. Echt. De kaas, niet te vergeten. Die leren we erbij. Hier is een schuim. Kijk. Er zijn heel veel smaken bij elkaar, maar juist samen juist is het... samen is het... En dan als laatste aan tafel. Want anders zou het natuurlijk al gelijk door elkaar heen lopen. En het ziet er natuurlijk heel feestelijk uit als er nog wat bij wordt geschonken. Ja, precies. Jeroen, we gaan ervan smullen. Dank je wel. Ja.